Pleasure, Art and Science, kortweg PAS. Zo heet het festival dat eind van de week van start gaat in en rond de gebouwen van de Universiteit Maastricht. Georganiseerd door de afdeling Studium Generale, dat de verheffing van de student en ook andere belangstellenden tot taak heeft. Iedereen is welkom bij de verschillende optredens en lezingen. En passant komt u ook bijzondere objecten tegen, zoals van deze twee Belgische kunstenaars. Het heeft alles te maken met de geboorte van onze zoon, 10 jaar geleden. En hij was geboren met een hartafwijking. Hij is ook later geopereerd, maar is allemaal goed gekomen. Maar hij moest de eerste maanden in een couveuse liggen. Hij moest dan sterken voor zijn hart een beetje, dat hij wat gegroeid was en dan kon hij geopereerd worden. En dus was eigenlijk elke dag op en af van ons thuis naar het ziekenhuis. En zo, ja, weken aan een stuk. En het ging eigenlijk alleen maar op de duur in mijn hoofd over dat hart en die couveuse. Want je ziet dat kind liggen en dan die couveuse. En na een tijdje zo, zag ik alleen maar dat hart en dan die couveuse. Ik dacht, ik werd zo op een ochtend wakker. Ik zeg, als ik nu eens een hart maak en dat een beetje uitvergroot en een couveuse ook daaraan koppel. Maar die couveuse weer een beetje kleiner maak, zo voor dat claustrofobische gevoel wat ik al die maanden heb gehad. Enfin, ja, dan heb ik dan zo gelijk gezien, zo 1 kubus gemaakt. Het idee erachter is eigenlijk de figuur, dat is een beetje gebaseerd op het verhaal van Icarus. En Icarus is eigenlijk de zoon van Daedalus, die vluchtte van Kreta. En die dicht bij de zon kwam en zijn vleugels smolten, dat ze gemaakt waren van was en veren. En ik heb dat proberen terug te brengen op de moderne Griekse economische tragedie die eigenlijk nu nog altijd bezig is. De economische crisis die in Griekenland heerst en waarbij dat eigenlijk het zelfvertrouwen, wat Icarus eigenlijk over het verhaal over gaat, over overdreven hoogmoed en te veel zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen van de Grieken heeft letterlijk de benen genomen eigenlijk. En ze moeten eigenlijk wel proberen om hun zelfvertrouwen nu op deze moment terug naar boven te krikken en er blijven voor te gaan. En vandaar dat die figuur eigenlijk constant wel wil, maar niet kan. De motor hierachter, waar het op hem door aangedreven wordt, is eigenlijk, dit is de ornitholatorie, dat is eigenlijk de vogelvertaler. Dus het vogeltje heeft letterlijk ook de vleugels genomen en is gaan vliegen. Het kooitje is leeg en daarmee krijgt hij niet van de grond nog niet.